is Wendy en vandaag wil ik jullie graag iets laten zien over de granietsteek zoals ik hem doe. Ik ben een omslagdoek aan het maken voor de kerstmarkt en ik dacht, ik zie heel veel mensen die dat begin maar niet begrijpen. Ik moet zeggen dat ik er ook moeite mee heb gehad. Ik heb een manier gevonden waarop het wel nu lukt, dus ik ga proberen of ik dat uit kan leggen, want het valt niet mee om het uit te leggen. De granietsteek is hier heel simpel als hij wat groter is, want het is 1 vaste, 1 losse, 1 vaste, 1 losse. En dan de volgende toer is hij precies andersom. Boven de vaste maak je een losse, in de losse maak je de vaste, losse, vaste, losse, vaste. En andersom ga je steeds weer om en om en om. Behalve hier in het midden, dat is de enige uitzondering van de granietsteek. Hier in het midden zorg je steeds dat je dus, daar gaan we ook mee beginnen, 1 vaste, 2 losse, 1 vaste. En dan weer een losse. En in die 2 lossen ga je continu 2 lossen maken. Waardoor je dus hier in het midden een soort draaiing krijgt. En uiteindelijk dus die mooie driehoek. Dus dat is de enigste uitzondering. Dus de rest is 1, 1, 1, 1, 1. Behalve in het midden, daar maak je 1 vaste, 2 lossen, 1 vaste in dezelfde steek. Nou, daar gaan we. Dan ga ik hem ietsje dichterbij zetten. We gaan maken een opzetlus, daar begint het patroontje mee. Dat doe ik als volgt. 1 draadje om mijn vinger, tweede draadje om mijn vinger, gedraaid. Het achterste breng je over de voorste heen, maar ik laat hem op mijn vinger liggen. Achterste draadje over het draadje heen, over je vinger heen, aantrekken en je hebt je opzetlus. Dan begint het patroon met 2 lossen. 1 en 2. Dan gaan we in de eerste losse, en de eerste losse, dat is dit draadje, 1 vaste maken, 1 vaste, 2 losse, dus dat wordt het middelpunt waar ik het net over had. En dan in dezelfde steek, dus weer dit draadje, maak je nog een vaste. Dit is de eerste toer, zo ziet het eruit. Dan gaan we 1 losse maken. Je draait het werkje en dan moeten we een vaste maken in de eerste vaste. Hoe heb ik dat nou gedaan? Ik draai hem een kwartslagje naar me toe. Dan zie je hier, ik maak hem even wat langer. Dan zie je hier dat je je vaste hebt gemaakt. Dit is je losse. Dit is de eerste vaste. Daar gaan we hem insteken. Dus we doen hem weer terug. In deze twee, dat is je eerste vaste. Daar gaan we nu een vaste maken. Even mijn draadje goed doen. Ik zie dat ik hem niet helemaal heb meegepakt. Kijk, die moet er ook mee. Dit is een hele mooie wol. Maar omdat het uit veel draadjes bestaat, is het wel belangrijk dat ik alle draadjes meeneem. Daar is die. Dan maken we 1 losse. En dan hadden we hier die 2 lossen gemaakt. En kan je dat zien? Even kijken. Ja, dat kan je al een beetje zien. Hier zie je een soort stokje. Hier zie je een soort stokje. Dat zijn je 2 vasten die je in dat lusje hebt gemaakt. Dan hier zit die ruimte ertussen. En als je goed kijkt en je draait er weer om, zie je daar 2 veetjes. Dat zijn je 2 lossen. Daar gaan we dus weer 1 vaste in maken. 2 lossen en een vaste. Dan maken we weer een losse en dan moeten we in die laatste vaste, dus we gaan hem weer even draaien, gaan we in die laatste vaste weer een vaste maken. Dus je ziet hier weer die 2 veetjes mooi liggen, of die 2 draadjes die een veetje vormen. Dat is je vaste, daar maak je weer een vaste in. Je ziet dat mijn draadje vandaag echt een beetje eigenwijs is. Dit filmpje heb ik al een paar keer opgenomen en elke keer is mijn draadje eigenwijs. Het valt ook niet mee om het uit te leggen. Maar dit heb je nu gemaakt. Dan gaan we naar de volgende. 1 losse. Je draait hem weer om. En dan moet je dus weer die eerste vaste zoeken. Kijk, je kan hem vanaf hier ook zien. Dit is je eerste vaste. Maar vind je dat een beetje moeilijk, dan draai je hem om.
Dit waaier je eerst de twee lusjes van de losse. Dan in die lusjes die plat liggen hier, is je eerste vaste. En maak je weer een vaste. 1 losse. En dan hadden we net ook een losse gemaakt, dus die moeten we even zoeken. En die zit hier. Hier zie je dat is eerste vaste, tweede vaste. Dan hier tussen maak je een vaste. 1 losse. En dan gaan we weer naar die 2 losse die we hier bovenin hadden. Dat kan je weer zien. Ga ik hem even lang maken. Zo. Dat ga ik zo meteen wel weer fixen. Hier zie je een V'tje liggen. Dat is je eerste vaste. Hier is die tweede vaste in dezelfde ruimte. Dus hier tussen zie je die ruimte zitten. Met 2 losse. Dus daar gaan we ook weer 1 vaste, 2 losse, 1 vaste in maken. Dus ik moet hier nog even een losse maken, want dat heb ik er net uitgetrokken. Dan gaan we 1 vaste. 2 losse. 1 en 2. Een vaste in hetzelfde ruimte. 1 losse. Vergeet nooit na je vaste altijd 1 losse of hier in het midden 2. Dan gaan we de volgende ruimte zoeken. Dan zien we hier het V'tje en hier een V'tje. Dus dan ligt die losse ruimte hier tussen. Hier tussen. Daar gaan we een vaste maken. Dan heb ik niet al mijn draadjes mee, dus ik ga hem even opnieuw doen. Maar dit was mooie wol dat je die steken goed zag. Dus daarom blijf ik met deze wol het voordoen, omdat hij het gewoon heel mooi laat zien. Dan moeten we nog 1 vaste maken in de laatste vaste. Dus we draaien hem weer op zijn zijkant. En dan zien we hieronder dat V'tje liggen. Daar steek je hem in. Door de 2 draadjes. Dus je moet een V'tje als het ware op je haaknaald hebben. Daar is die. En daar maak je een vaste in. Eén losse. We gaan hem draaien en dan ga je in je eerste vaste, dus dit was je losse, zie je hier een plat V'tje liggen zeg maar, dat is je eerste vaste. Daar gaan we een vaste in maken. 1 losse. Dan ga je weer zoeken waar zit die losse dan die je net gemaakt hebt. Nou kijk, hier heb je die vaste, hier zit een vaste, dus dan zit hier een losse ruimte. Zie je dat? Als je het een beetje opentrekt, zie je dat hier een soort vierkantje zit. Dat is je losse ruimte. Daar ga je weer een vaste in maken. 1 losse. Dan ga je de volgende zoeken. Zie je hier eigenlijk weer een soort vierkantje. Dus dit is je losse ruimte. Dan maak je weer een vaste. 1 losse. Komen we weer bovenaan bij de 2 vaste in hetzelfde steek. Dus dat gaan wij ook weer doen. 1 vaste. 2 losse. 1 en 2. Weer een vaste in dezelfde. Dat is het toppie van je driehoek. En kijk wat er nu al gebeurt. Zie je? Doordat je hier steeds 2 maakt, ga je als het ware hoekie om. Zodat je dat patroontje af kan maken in een driehoek. En hij wordt gewoon steeds groter en groter en groter. Meer hoef je niet te doen. We gaan hem nog even afmaken deze toer. Dus hier was weer die ruimte. Hier zie je het V'tje van je vaste liggen. Hier zie je een V'tje van je vaste. Dus in dat vierkantje wat je hier zit is je losse ruimte. Je haalt je draad er doorheen. Maakt je vaste. Oh. Gaat het fout? Begin gewoon even overnieuw. Rustig blijven. Maakt een vaste. En een losse. Ga je weer kijken, want we hadden hier nog ook nog een ruimte. Die zou je bijna vergeten. Je ziet een vaste, vierkantje, vaste. Hier zit er ook nog eentje. Die gaan we nog maken. Een losse. Je draait hem op de zijkant. Je kijkt, waar ligt mijn laatste vaste? En die zit, ja, ik zou bijna denken dat het deze is. Maar kijk, het is gewoon echt deze.
Dus die maken we nog even een vaste in. En weer een losse. En nu is het een kwestie van herhalen. Dus, ik ga hem even laten zien nog. Hoe kon je het ook alweer zien? Hier zie je heel duidelijk je twee veetjes, een vaste. Dit veetje is een vaste. Daartussen zit een soort vierkantje. Dat is je losse ruimte. Een losse ruimte. Een losse ruimte. En hier heb je er dan ineens twee in hetzelfde gaatje. Dat wordt je midden. Zie je echt die twee veetjes liggen. Daar maak je één vaste, twee losse, één vaste. Dan is je werk al, als het ware, al een beetje gekeerd. En ga je weer verder zoeken. Ik zie hier een veetje, daartussen het vierkantje. Hier zie je weer het vierkantje en hier zie je weer het vierkantje. Zo gaat de granietsteek. Zo heb ik hem geleerd dat ik het leer door middel van die veetjes om daar op te letten. Mocht het nog steeds niet lukken, kijk dan even mijn andere tutorial waarin je om elke losse een draadje doet. Het is een beetje omslachtig, maar als het beginnetje maar eenmaal lukt, dan op. Kijk, nu zie je al heel duidelijk waar die gaatjes zitten en dan wordt het makkelijker. Dus dan heb je alleen maar die eerste 5 toeren misschien met draadjes. Kijk dan even bij mijn andere tutorial als je die wil uitproberen. Heel veel succes. Ik ga mijn omslagdoek ook laten zien op haakwerkje, op de groep haakwerkje die ik heb aangemaakt speciaal om dit soort dingetjes te laten zien. Want ik ben voor de kerstmarkt aan het haken. Dan kunnen jullie zien wat ik allemaal van de wol maak. Ik wens je heel veel succes, want het is echt een hele mooie compacte steek waardoor je een hele warme omslagdoek maakt. Het is heel leuk om met verloopgaren te werken. Dat ga ik hierna doen met katoengaren, wat verloopt ga ik hem maken. Ik ga deze ook afmaken, want ik vind dit een erg mooi wolletje. Nou, heel veel succes. Bedankt voor het kijken en graag tot een volgende tutorial. Dag!